Meneer Scheringa, leg uw hand maar op het scherm. Moet ik hier graaien? Nee, gewoon, gewoon stil leggen. Dan komen we van alles over u te weten. Oh, die truc. Oh, zie je? Gehackt. Nou, nee, daar trappen we niet in. Gewoon even de plaatjes laten zien. Nou, zie je? Wat zien we? U heeft een voetbalclub en een museum en zelfs een schaatsploeg in het leven geroepen. Allemaal op kosten van uw klanten. Ja, ze hebben misschien allemaal veel te veel betaald. Maar het is voor onze klanten ook leuk om te zien wat er allemaal met dat geld gebeurd is. En als ze dat nou niet zo leuk vinden? Dan bied ik daar mijn welgemeende excuses voor aan. Ja, u heeft van de week sorry gezegd. Ja, sorry. Had ik veel eerder moeten doen. Ja, het is toch raar, u verkoopt jarenlang peperdure koopzoonpolissen. Mensen steken zich tot hun nek in de schulden. En dan is het met één keer, sorry, over. Nee, ik bied ze ook een individuele compensatieregeling aan. Waarom heeft u zo lang gewacht met het ondertekenen van het contract met uw slachtoffers? Als ik iets heb geleerd van alle ontevreden klanten, dan is het dat je heel lang heel veel spijt kunt hebben van kleine lettertjes die je niet gelezen hebt. Nou, u staat zelf bekend om die beruchte kleine lettertjes. Ik vind het heel jammer dat u dat zegt. Wij staan heel dicht bij de klanten. Wij serveren bij het afsluitende gesprek altijd de kop dan van de soep met lettervermicelli. En dan zeggen we erbij, neem zoveel je wilt, maar let op de kleine lettertjes. Over soep, hoe zit het eigenlijk met al die VVD-ballen die de afgelopen jaren bij DSB zulke hoge functies hebben gehad? Ja, ik ben zelf van het CDA. Maar het vervelende van die mensen is dus dat ze altijd willen weten waar het geld vandaan komt. En de VVD'ers maakt dat niet uit, dus daar kan ik veel beter mee werken. En u koppelt graag bekende namen aan de DSB. Ja, neem nou onze persvoorlichter. Dat is Klaas Wilting. En iedereen zegt dan, hé, die ken ik. Oh ja, uit het panel van Wakku Wakku. En als jurylid van Te Land, Ter Zee en In de Nacht. Ja, ja. Of als voorlichter van de politie. Betrouwbaarheid is ontzettend belangrijk. En gelukkig is dat ook in Nederland gewoon te koop. Maar uw imago heeft de afgelopen week toch wel een behoorlijke schade opgelopen. Schade? Total los? Nou, we hebben heel duidelijk onze excuses aangeboden. Wij zijn veranderd. En bij ons staat de klant sinds kort op de eerste plaats. En wie stond daar vroeger dan? Ikzelf. Het heet ook de Dirk Scheringa Bank. Anders had ik het wel de klantenbank genoemd. Maar zou het inmiddels niet beter zijn om onder een andere naam verder te gaan? Ja, je kunt de titel van Wit Licht veranderen in de Silent Army, maar het blijft een kutfilm. Je kunt Willem Alexander koning Willem de Vierde noemen. Het blijft een uilskuiken. Ik geloof dat ik begrijp wat u bedoelt, maar overwegen toch om de naam van de bank te veranderen. Oh, en wat zou het dan worden? De Sorry Bank. Dan blijft het dus DSB. Ja, dat scheelt enorm in de kosten. Ik wil best ergens spijt van hebben, maar het moet natuurlijk niet te veel gaan kosten. Het is eigenlijk overal malaise, want met AZ gaat het ook niet meer zo goed, hè? Dan bied ik daar ook mijn excuses voor aan. Voor de wedstrijdresultaten? Ja hoor, excuses. Wel gemeentes, noods. Voor alles. Voor alles? Ja, sorry. Oh, dus de aardbeving op Sumatra, de overstroming in India. Ja hoor, bied ik mijn oprechte excuses aan. Het leuke van excuses is namelijk, mensen hechten er heel veel waarde aan. En het kost me helemaal niks. Dus de honger in Afrika. Sorry, ja. De oorlog in Irak. Excuses. De moord op John F. Kennedy. Had nooit mogen gebeuren. Oh. De watersnoopramp. Excuses. Welgemeende excuses. Ja hoor, ja. Excuses, mensen willen dat graag horen. En ik ben een mensenmens, dus ja. Dus daar heeft u allemaal schuld aan. Oh, wacht even. Nee, wacht. Nee, dan moet ik u toch even onderbreken. Excuses. Tot daaraan toe, maar schuld? Nee, onze klanten hebben schuld bij ons. Dat moeten ze gewoon terugbetalen, aflossen en ik kan u zeggen dat we geen mogelijkheid onbenut zullen laten om dit stelletje onbetrouwbare wanbetalers tot aan de laatste zoe uit te knijpen. Zie ik nou goed dat het mij ooit heeft behaagd om u te onderscheiden? Ja, met de ridder van Oranje Nassau. Die wil ik terug. Maar dat kan helemaal niet. Zeker wel. Nou. U hebt de koninklijke onderscheiding slechts in bruikleen. Ja, maar dat kan u niet zomaar terugvragen. Als het onderpand zijn waarde verliest, wil ik het terug. Nou, dat vind ik heel jammer. Nou wordt mij dus iets afgenomen wat mij heel waardevol is. Dat voelt bijna als diefstal. Mijn welgemeende excuses daarvoor.